beste kijkers, ik ben Lucas van Door. Je bent weer beland in een van mijn video's. Een nieuwe episode van Super Mario Odyssey, dit is deel 58 alweer. Naderende de delen 60. Als ik mag raden hoeveel delen het uiteindelijk gaan zijn, want dat weet ik niet. Dan denk ik ergens laag 70. En dat is best veel. ja, er zijn nog 4 manen hier te doen. Kun je ook zien hier. 67 van 71. Simpele rekensom. En dan denk ik dat daar ergens een schoorsteentje staat. Ja, ik zie hem al. Alleen hij staat niet op de plek waar ik hem verwachtte. Maar in de zee. Hey. Het lijkt wel een soort van bouwplaats of zo. Bowserbommen. Oké, fancy. Moeten we al deze blokken gaan breken? Cool. Oké, dit ziet er wel gaaf uit. Oh, dan moet je ze lanceren op die schans. Ik zie het al, wat je moet doen. Nou, ik moet even iets anders opgesteld staan. En dan kun je hierheen. Cool. Bommen tegen de kooi, maar dat is niet de enige maan. Want ergens hier langs, denk ik. Is er nog één? Of daar? Ik denk dat ik zie wat ik moet doen. Niet helemaal zeker, doe. Dammit. Ik wil niet sterven hier. Vrij. Want nu weet ik dus echt totaal niet wat ik moet doen. Want die kooi die gaat niet stuk. Hij komt er tegenaan, dat zie je. Ik kan hem dus blijkbaar niet gewoon steken. Zo werkt het niet. Oh, ik denk dat ik hem zie. Moet ik uitkijken dat ik niet geraakt word natuurlijk. Maar wat je moet doen is dat. Alleen dan moet hij een iets betere baan aannemen om dat ding heen. Zoals dat. Gaaf. Echt leuk. Gewoon echt heel erg leuk. Niet natuurkundig realistisch zijn. Verre van zelfs. Maar dan toch. Je mengen met
natuurkundige elementen. Zodat je wel, zeg maar, na moet denken. En een beetje dat het enigszins verband staat met... Een beetje hoe dat het enigszins verband staat met hoe de wereld werkelijk is. Nu... Schijnt er nog iets in dit badje te zijn. Ik vang even hem daarvoor. Dan kan ik zo, B... Even kijken, als ik ooit gevangen word gehouden, dan graag hier. Wat was het risico waard? Wat dom dat ik mijn zwemboek vergeten ben. Het ziet er uitnodigend uit. Ik dacht, ik ga een keertje veel simpeler denken dan ik normaal doe. En dan krijg ik dat. Alleen je moet wel zo'n beest eerst daarheen halen. Dat je hierin kan landen. En dan weer naar maximale hoogte. En dan jezelf ontpetten. Tenminste, weer uit je schulp halen. Anders kom je niet hoog genoeg. Boven warm waterbad. En dat was de ene laatste maan. En de laatste maan komt er nu aan. Want die zit ergens hier. Zo. Naar rechts. Verandert die van plek? Ik heb geen idee. Het leek erop. Oh nee, hij zit hier gewoon. Ik dacht al, ik moet iets hebben om hem te achtervolgen, maar... Nope. Dat hoeft allemaal niet. Onderwaterweg, oost. En dan kunnen we naar de Odyssee warpen, omdat we hier klaar zijn. Kijk maar, alles is goud. 71 van 71 en 100 lokale munten. Maar die lokale munten, die hadden we al langer. En dan gaan we naar het stederij. Herinner ik mij dat goed? Jawel. New Donk City, here I come. Het is een groot rijk. Het is een groot rijk. Het laden duurt lang. En eens kijken wat er hier allemaal voor nieuwe dingen verschenen zijn. Niks op dit eiland. En ook niet op de geheime dinges. Modelautobaan. Daar is een nieuwe maan verschenen. En hier, oké. Ik denk dat we wel weer even vooruit kunnen voor deze episode. Oh, en ik zie hele grote letters. En reisvrienden. Ik ben hier met twee vrienden. Maar ik ben ze allebei kwijtgeraakt in de drukte. Ik zie ze wel vooraan om de bevolking voor gek te houden. Die twee spelen sowieso altijd twee onder één hoedje. Of onder één hoedje gewoon. En deze Toad die heeft wel behoefte aan wat vette muziek. Dit keer is het thema een kleine motor starten. Ik denk dat ik een idee heb. Ik moet hem alleen even zoeken.
Radiografisch bestuurbare auto. Ja, precies goed. Dit is de muziek die je wilde horen. Super, als dank heb ik hier nog wat voor je. Here we go! Oké, die was heel mistimed, denk ik. Ik kan zelf de muziek niet horen. Talkatoo. En hier zijn hele grote letters. En daar kun je je hoed in gooien. Oh, oké. Okay. Cool. Het is geen maan van de maansteen. Opvallend. M-A-R-I-O. Kijk of de inwoners trouwens. Dankzij de burgemeester gaat alles weer zijn gangetje. Dankzij de burgemeester kon ik hierheen komen om alles weer even te regelen. Hey, een race tegen de tijd. Let's do it. Net op tijd. Maar net op tijd is ook op tijd. Dus ik zal niemand horen. Tenminste, dat hoop ik. Ik vind het een goede argumentatie. Niet de... Niet hetgeen waar ik op gehoopt had eigenlijk. Hé, ik zie een vogel. Even wachten tot hij langskomt. Vogels hebben op mij het charisma dat het irritante manen zijn. Dus ik kan ze maar beter uit de weg hebben, denk ik. Alleen, hij vliegt nu weg. Oké, waar ben je, Koopa? Oké, ik sta ernaast. Wacht, wat? Het zijn wel muntjes. Oh, wacht, dat is de... De race gebeurde. Het profparcours. Oh, ik mag alleen niet... Oh, mag ik wel naar binnen? Oké. Okay. Nee. Wacht, hoe ging dit ook alweer? Oh! Ja, ik weet het, man. Wacht, wat? Oh ja. Ja, ik weet alweer hoe dit moest. Ik wil alleen even opnieuw beginnen als het kan. Maar wat is de time to beat? 26 seconden. Dat had ik nog niet gelezen.
Nee, onder 26 seconden, zei hij. Oh. Dit is echt zeer beperkt. Maar ik haal het toch 1900ste. En ik had het niet gehaald. Truc is om nergens tegenaan te botsen. Daar kan ik wel. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Oké, waar is de volgende maan? Is hier een casino en daarvoor. Ergens voor de deur. Alweer een race tegen de tijd, of niet? Nee, deze had ik al gehad. Dus wat zeggen deze dudes? Het is niet die. Oké, ik kan niet kijken. Ik kan niet kijken wat ik boven me zie. Is het bij deze ziplijn? Nee, wil ik niet. Ik wil dit. En er staat een schoorsteen. Ja, en zit blij met de maan. Op een stroomkabel. En dan is er hier ergens ook nog een. Een schoorsteen. En dat gaat het laatste zijn van deze aflevering. Oh, we hebben weer zo'n scooter gebeuren. En dit lijkt wel. Ja, welk gebied was dit? Volgens mij was die opnieuw gedaan in Darkerside, alleen toen. Of in, hoe heet het, Darkerside? Schaduwkant. Alleen toen wist ik nog niet dat dat afgeleid was van. Dit ding. Ah, I'm dead. Misschien kan ik het zonder. We gaan kijken. Net als in de original kan ik het zonder. In de original de. Nee, deze niet. Oké, dan moet ik daar de motor pakken.
Ik ga nog even wat munten grinden. Oké, dat ging soepel. Cool. Scooter zijn weg. En dan kunnen we nog wat tankjes vermorzelen met een motor. Meestal is het andersom als je ze met elkaar confronteert, maar dat maakt niet uit. Zo, voor dit moment, voor deze aflevering, is dit het laatste wat we doen. Natuurlijk zie ik jullie volgende week wel terug voor een nieuwe aflevering Odyssey. En tussendoor hopelijk nog voor een paar andere leuke Mario games. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En je kunt abonneren op dit YouTube kanaal door bijvoorbeeld op mijn hoofd te klikken. Kun je er nou niet genoeg van krijgen? Geen zorgen, je kunt rechtstreeks belanden in een andere video van mij, waaronder de volgende video in deze serie, door op een van de kaarten die reeds rondom mij verschenen zijn, te klikken. En dan wens ik je nog veel kijkplezier. Doei!